allemaal, mijn naam is Peter, dit is MotorTest TV en welkom bij een nieuwe video. En vandaag is dag 4 van de motorbeurs hier in Utrecht. Nou ja, we hebben 3 thema's gehad de afgelopen 3 dagen en we hebben nog 1 thema te gaan. En het thema is performance. Nou, we zien hier al oude performance motoren, we zien hier TT circuit assen. Dus genoeg om te zien om een mooi onderwerp te maken voor performance. Blijf maar staan. Ja, het verhaal met performance is dat het eigenlijk ook een klein beetje een overlap heeft af en toe met customizing. Maar performance staan we hier nu op de stand van Comet Techniek. George, goedemiddag. Peter, goedemiddag. We staan hier bij Comet Techniek. Jullie zijn super technisch. Ja. Jullie maken eigenlijk alles kun je maken voor een motor. Klopt. Wat gewenst is. Klopt. Onderdeel van deze video van vandaag is performance. Ja. Wat kunnen jullie mensen leveren om performance te krijgen in de motor? Nou, voor de performance leveren we veel performance uitlaatsystemen. Ja. We maken alles in huis. We buigen het zelf, maken eigen dempers, lassen alles, maken alles speciaal voor jouw motor. Als jij je motor beter wil laten lopen, ja, kan ik dat voor jou zorgen. Dus meer performance krijgen uit de motor? Meer performance uit die motor. Die motor gewoon beter laten ademen. En dit is volledig custom-made. Ja. Waarom is jouw custom-made uitlaat dan nog net weer beter als een grote merk sportuitlaat? Wat ik vooral doe is dingen maken voor mensen als je het niet kan kopen. Juist. Ik zeg, als jij het ergens goedkoop kan vinden in een webshop, moet je dat lekker doen. Daar ga ik ook niet mee concurreren. Nee. Dat is niet mijn tak van sport. Nee. Als jij het niet kan vinden, ga ik het maken. Dat geldt eigenlijk met Comet Techniek voor alles. Je kan sturen maken, voorvorken maken, ja, noem het allemaal maar op. Frees, draaiwerk, wielen maken, spartborden, ja, kroonplaten, maken alles. Maar uitlaten is specifiek voor performance jouw ding? Ja. Nou, en wat is nou belangrijk voor een performance uitlaat? Nou, voor performance uitlaat zijn de diameters en de overgangen heel belangrijk. Ja. En de lengtes. Elke pijp moet exact even lang zijn. Ja. Dus we hebben hier 2 cilinders, ja, en die komen uiteindelijk hier allebei in een aparte einddemper uit. Dat klopt. Maar de totale lengte per buis is exact hetzelfde. Is exact hetzelfde. Er zit een verdeelstuk in dat, ja, we samenkomen. Dat is beter voor het geluid en een stuk beter voor het performance. Ja. En dan een goede demper, waardoor die ook nog een beetje stil is, maar wel echt gewoon heel goed loopt. En waarom is dit beter voor je performance? De uitlaatsysteem is op zo'n manier gemaakt dat hij de cilinder leegzuigt. En doordat hij hem leegzuigt, kan er meer zuurstof in en meer benzine, dus loopt hij harder. Dus meer performance. Nou, ik zou een uitlaat een van de belangrijkste en simpelste dingen zijn om meer performance uit een motor te halen? Ja, zeker wel. Dat is maar dat is eigenlijk vooral omdat standaard uitlaten de boel eigenlijk afknijpen. Ja, natuurlijk ook vanwege milieueisen. Ja. En dus dat knijpt het vooral af. Oké. Okay. Dat is natuurlijk in series gemaakt en als je 10.000 uitlaten maakt, dan ga je niet dat extra knikje er extra in maken. Nee. Want dan scheelt je weer 10 euro. Eens, oké. Okay. Nou top, dus dat is even, als je performance zoekt in je motor, een uitlaat is daarin heel erg belangrijk. Dat hebben we in de Customize video ook gezien met Jacqueline Hyde. Maar voor performance is dit weer belangrijker als het geluid. Klopt, en we kunnen alles maken in roestvrij staal, titanium, aluminium, wat jij wil hebben, wij kunnen het maken. En vooral bij Comet Techniek dus, als je het niet kunt kopen, kunnen zij het voor je maken. Klopt helemaal. Hey, dankjewel man. Graag gedaan. Ja, we zijn zojuist bij Comet Techniek geweest, de jongen die zelf uitlaten maakt. Dat is natuurlijk totaal performance. En ik denk een ander stukje performance wat je als motorrijder zelf aan je motor kan doen, is natuurlijk vering. Absoluut. Mensen maken heel vaak de fout van ik moet meer pk's en meer vermogen. Maar volgens mij haal je meer snelheid uit je motor met goede vering. Ja, ik wil natuurlijk niet de uitlaat mensen afvragen. Nee, nee, zeker niet. Zeker maar, niet. De performance absoluut is zeker een stukje veringstechniek die in de motorfiets zit. Het is natuurlijk uitermate belangrijk als we praten over een motorfiets. De weglegging, een stukje veiligheid, een stukje grip. En dat is natuurlijk van wezenlijk belang en daarom is vering zo belangrijk. Ja, en dat is in zijn algemeenheid. Ja. Je hebt natuurlijk verschillende soorten motoren, maar volgens mij geldt dat voor elk type motor. Het geldt voor elke tweewieler, een driewieler, een vierwieler die er eigenlijk is. Ja. Ja. Hoe herkennen mensen dat hun vering aan verbetering nodig is? Laten we het zo eens vragen. Ja, nou, als je bij de basis gaat beginnen in feite, dan heb je dus een sortiment van fysieke afstelling. Ja. Een sortiment basisafstelling van je motorfiets. Die moet natuurlijk al helemaal kloppen. Ja. Die basisafstelling die is van belang dat de motor iets mooi
horizontaal inveert. Ja. Dus als je op de motorfiets gaat zitten, dat hij mooi voor en achter gelijktijdig inveert. Precies. Die basisinstelling die kun je vaak al zelf doen. Ja. Zou je daar niet uitkomen, dan kun je natuurlijk altijd even een dealer of een garage, die kan dat. Een veringspecialist. Ja. Ja. En daarnaast is het zo, als de vering instelbaar is, dan kun je er wel iets aan doen. Is de vering niet instelbaar, dan zul je vaak over moeten gaan op een vervangend product. Ja, je hebt hier een aantal dingen hangen. Zit hier een standaard iets in wat je zegt van dit vind je op een straatmotor en dit zie je al eerder op een sportieve schuine streep circuitmotor? Ja, wat bijvoorbeeld goed zichtbaar is, hier heb ik een standaard schokdemper van een motorfiets. Ja. Eenvoudig, niet al te duur. Dan kan ik alleen de veervoorspanning instellen met deze wachtels. Aan de onderkant heb ik geen verstelling van mijn demping, nee. Dus daar kan ik vrij weinig aan doen. Als je een stapje verder gaat, dan zie je dat ik hier al een stelknop heb voor mijn uitgaande demping instelbaar te maken en mijn veervoorspanning. En ga ik naar een echte circuitmotor toe, dan wil ik gescheiden demping hebben, ingaande demping, uitgaande demping hebben. Mijn veervoorspanning herstelbaar hebben, dan kom je toch vaak op een wat duurder product. Ja, maar goed, het is ook je eisen zijn ook wat groter dan. En ik zie hier volgens mij nog wat voorpootveren. Is een eenvoudige veer vervangen, kan al een enorme verbetering brengen? Ja, enorm zelfs. Er zijn bepaalde modellen die vrij zacht afgeveerd zijn. Ja. En die kun je al heel prima oplossen eigenlijk met een assortiment van progressieve veer. Ja. Zoals je ziet, dit zijn twee verschillende veren. Ja. Dit is een lineaire veer, dit is een progressieve veer. Ja. Dan kun je eigenlijk al met een progressieve veer kun je verschillende karakters in één veer in een motorfiets stoppen. Ja. Dus eigenlijk als je al geen instelbare vering hebt en je zou je lineaire veer vervangen voor een progressieve veer, ga je dat al merken? Ja, bij de modellen waar die toepassing voor is, zeker. Ja. Okay. Nou, weet je, volgens mij kun je een dagtaak hebben in het tot in de details uitleggen van wat vering voor jou kan doen. Ja, het is ongelooflijk veel. Het is ontzettend veel. Ze kunnen bij jullie op de site terecht, denk ik, voor meer informatie en contact met jullie opnemen. Dus weet je, uitlaat was één ding, vering is twee ding. We gaan kijken wat we nog meer op deze beurs kunnen vinden om de performance van onze motor omhoog te krikken. Hartelijk dank. Dankjewel. Oké. Hoi. Nou, zo hebben we dus gezien dat met performance, dat je je motor meer performance kunt geven met een uitlaat. Meer performance uiteraard kan geven met vering en zo zijn er nog veel meer dingen. Maar op het moment dat jouw motor performance heeft, ja, dan kun je dat natuurlijk niet altijd kwijt op de openbare weg. En dat kan natuurlijk wel hier zo bij TT Circuit Assen. En met name met een track days of iets dergelijks, of met een training, kun je die performance die je in je motor stopt ook daadwerkelijk gaan gebruiken. En wat mij betreft is dat wat performance hier zo op de beurs in Utrecht te zien geweest is. En met die conclusie komt Motortest TV hier op de beurs 2023 ten einde. We hebben 4 hele leuke dagen gedaan. Ik hoop dat jullie het leuke video's vonden om naar te kijken. Ik wil nog wel even zeggen dat ik de comments die onder de video stonden helemaal gelijk geef. En dat we enorm de grote merken gemist hebben op deze beurs. Wat mij betreft bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vindt. Zet je duimpje onder de video. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.